Bij mij daalde het besef van de noodzaak om echt anders te gaan kijken en anders te gaan leven. Dat daalde in zo'n 10 jaar geleden. Ik begon echt te beseffen, dit gaat echt ergens over. En ook dat wij er verdorie iets aan kunnen doen. Wij kunnen anders leven, wij kunnen anders kijken. Soms kan het ook wel, ook zeker voor de jongere generatie, ook overweldigend voelen. Als je leest of hoort wat er allemaal gebeurt in de wereld. Je kan gewoon denken, weet je, laat maar. Maar je kan ook iets doen. En dat iets doen hoeft dus niet groot te zijn. Als je het hebt over 1 druppel, ja, dat is weinig. Maar allemaal kleine druppels vormt samen, hè, de regen. Dus dat heeft wel gezamenlijk veel impact. Mijn impact, die doet het toe in de wereld. En als ik wil dat er een mooie wereld straks nog is voor mijn zoon, voor iedereen die erna komt, dan kan ik daar zelf aan bijdragen. En alles wat ik doe, kan daarop invloed hebben. Dan heeft dat impact over hoe goed wij die aarde nog behouden. De aarde raakt uitgeput door onze consumptie en afvalproductie. In deze overdenking laten Stefan, Lieneke en Frederike ons zien hoe zij hiermee omgaan. Ze nemen ons mee in hun drijfveer, elk vanuit hun persoonlijke situatie. Ik heb een half jaar een minor gedaan in het buitenland. Ik had een vulkaantrekking gedaan op Java, de IGEN. En dat is nog een werkende vulkaan met zwavel. Het zwavel wordt dus gebruikt voor batterijen bijvoorbeeld. Wat wij gebruiken hier ook in Nederland. Ja, hoe hoger je komt, op een gegeven moment moet je dus een gasmasker opdoen. Want anders kan je een beetje duizelig worden en zo. Naarmate dat je daar naar boven loopt, ben je daar dus niet als enige groep studenten. Maar zie je dus ook de lokale bevolking die dus ook die vulkaan omhoog loopt. Hun werk is om dus 2 keer per dag die vulkaan op en neer te lopen. En dus ook de zwavel uit de vulkaan te hakken, zeg maar. Om het dan vervolgens te verkopen. Die hebben niet zo'n masker op. Maar die stoffen zijn dus zo giftig dat ze dus ook allemaal doodgaan tussen hun 30ste en 35ste. Omdat ze dus longkanker krijgen en huidkanker. Ja, eigenlijk is het toch helemaal niet hoe het hoort te zijn. Mensen leven daar heel erg in armoede en verdrietige omstandigheden voor het plezier van ons om even een lampje te gebruiken met kerst of wat dan ook. Als je verdiept in hoe de kledingenindustrie in elkaar zit van de goedkopere fast fashion merken en je hebt gehoord wat de werkomstandigheden zijn van medewerkers voor zo'n groot concern en je hoort er iemand om je heen die zegt, nou, ik heb weer zo'n lekker goedkoop shirtje gekocht. En ik weet dan wat voor wereld erachter zit. En dan denk ik, nou, je hebt geen flauw idee. Jij hebt niet de goede prijs betaald. Omdat de mensen krijgen geen goede werkomstandigheden. De kleding is niet van goede kwaliteit. En uiteindelijk, als jij er klaar mee bent, wordt het ergens gedumpt. En dan wordt het ook nog eens ergens gedumpt waar jij er geen last van hebt. En dan frustreert mij wel eens zo'n opmerking van, ik heb weer lekker een goedkoop shirtje gekocht. Samen leven met andere soorten, terwijl die andere soorten uitsterven door toedoen van mensenactiviteiten, dat kan je toch geen samenleven noemen. Wat ik zie gebeuren is dat wij op een manier omgaan met de aarde die we volgens mij niet willen. Dus er is heel erg veel vervuiling, er is heel erg veel afval dat wij produceren. En ik denk dat dat erg problematisch is. Maar we hebben denk ik niet altijd door hoe groot het probleem is. Niemand zal het in zijn hoofd halen om elke dag, de rest van hun leven, een paar duizend insecten per dag plat te stampen. Als iemand dat wel zou doen, dan zouden we diegene waarschijnlijk aanspreken en vragen of het wel goed gaat. Maar de gevolgen van hoe er momenteel geproduceerd wordt, komen helaas wel op hetzelfde neer. Alleen al de afgelopen decennia daalde de insectenpopulatie in Nederland met gemiddeld 76%. Ruim 3/4. Ik denk dat de kern van het probleem enerzijds zit in het feit dat wij ons misschien
niet beseffen dat wij verbonden zijn met al het leven op aarde. En anderzijds dat wij ons onvoldoende beseffen dat we ook verbonden zijn met onze eigen daden, met de dingen die we doen. Dus we produceren van alles en nog wat, we consumeren van alles en nog wat, maar we zijn onvoldoende doordrongen van wat daarvan de gevolgen zijn. Omdat de afname van het levende, of van de levende natuur, gradueel plaatsvindt, zien wij alleen aan de hand van een retrospectief overzicht datgene waar we anders blind voor zijn. Niet alleen de lente, maar ook de zee, wordt steeds stiller en eenzamer. Het is gewoon hartstikke pijnlijk in feite om daar volkomen straal aan voorbij te gaan en maar gewoon je te gedragen eigenlijk als iemand die, als een soort nihilist, als iemand die het eigenlijk allemaal niet zoveel kan schelen. Ik geloof niet zozeer dat mensen dat echt ten diepste willen, dat geloof ik helemaal niet. Volgens mij, als je hier de aandacht op focust, dan komen mensen er zelf ook achter van, wacht even, wat ben ik nou eigenlijk aan het doen? Ik wil dat helemaal niet. Ik wil op een betere manier leven met al wat leeft op aarde. Ja, de quote, wees zelf de verandering die je wilt zien, die sprak mij wel aan totdat ik hem hoorde laatst. Want dat geeft aan dat er mogelijkheden zijn. Mijn impact, die doet het toe in de wereld. En als ik wil dat er een mooie wereld straks nog is voor mijn zoon, voor iedereen die erna komt, dan kan ik daar zelf aan bijdragen. En alles wat ik doe, kan daarop invloed hebben. Als ik zorg dat die afvalbult van restafval, maar ook van kleding van slechte kwaliteit, als ik zorg dat die niet groter wordt door mijn toedoen, dan heeft dat impact over hoe goed wij die aarde nog behouden. Ik word wel gedreven doordat ik hoor dat er noodzaak er nog is, dus dat de wereld het nodig heeft. Maar alles wat ik heb toegepast in mijn persoonlijke leven heeft mij ook meer opgeleverd. Meer stilstaan in het leven, meer bewust leven. En deels kies ik er ook echt voor mijn gezondheid. Want waar ik me nooit zo heel erg bij stil heb gestaan is de hoeveelheid microplastics. Als ik kijk naar wat er in een spuitbus deodorant zit, dan spuit ik iets anders op mijn lichaam dan wanneer ik mijn eigen gemaakte deodorant gebruik. Dat is een natuurlijk recept. Dus ik weet letterlijk welke vier ingrediënten ik op mijn huid smeer. En ik voel me daar ook gewoon beter door. Dus je merkt de positieve effecten. Ik ga minder naar winkels om kleding te kopen. Dat bespaart mij tijd, maar dat bespaart mij ook een bepaalde keuzedruk. En misschien is dat makkelijker loslaten als je richting de 40 gaat dan als je wat jonger bent. Dat weet ik niet. Maar ik ervaar ook vooral gewoon veel meer rust ervan. En het geeft mij ook heel veel. Ik denk dat meestal wij op een vrij beperkte manier naar onszelf kijken. In bijvoorbeeld termen van consumentengedrag. Dat ga ik wel kopen en dat niet. En misschien houd ik nog rekening met duurzaamheid. Maar we zijn natuurlijk niet alleen maar consumenten. Wij zijn in de breedste zin zijn wij aardbewoners. We zijn bewoners van deze aarde. En we hebben daarin denk ik ook andere rollen te spelen. Dus je kunt bijvoorbeeld ook in plaats van alleen maar te focussen op je eigen consumentengedrag, kan je ook een gesprek met iemand voeren en zeggen, hey joh, ik maak me zorgen, want dit en dit zie ik gebeuren. En volgens mij gebeurt er veel te weinig. Dus je kunt ook op andere manieren je inzetten en je zorgen kenbaar maken dan alleen kijken naar je eigen gedrag. Maar er is veel meer in ieder geval mogelijk dan alleen maar in de supermarkt kijken wat koop ik wel en wat koop ik niet. Het is wel inderdaad dat ik dus vaak gastcolleges geef. En dan vertel ik dus inderdaad ook dat het niet zwart-wit is. En dan ga ik ook heel graag het gesprek aan met studenten van hoe ervaar jij dat dan? En dan kan een heel klein voorbeeld al zijn als, dat geef ik al voor mezelf als voorbeeld. Nou, met een feestje of met oud en nieuw. Oh, leuk, ik moet weer een nieuwe outfit hebben. Nou, gaan we naar de winkel, gaan we iets nieuws kopen. Dus ja, wat ik dan heb gedaan is met mijn beste vriendin gesproken van, oh hey, heb jij nog iets leuks in de kast? Want ik heb misschien ook wel wat leuks voor jou. Dus dat je dan op zo'n manier ook jouw cirkel van influence dus, je vriendinnen of iemand anders, familie kan ook, daarin meeneemt.
in een soort bewuste keuze die je maakt. Dus om niet iets nieuws te kopen, maar om dus te kijken naar wat er al is. Als je het hebt over mijn zoektocht naar duurzaamheid, probeer ik me ook wel vast te houden aan de positieve dingen en dingen waarin ik bijvoorbeeld wel het gevoel heb dat ik een impact kan maken. Een cirkel van de invloed, waar kun je nou wel invloed op hebben in plaats van dat je druk maakt om van alles wat er om je heen gebeurt waar ik geen invloed op heb. En natuurlijk speelt dat ook wel door mijn hoofd. Als ik hoor dat een verkiezingsuitslag anders is dan dat ik had gehoopt. Of dat ik hoor dat de aarde toch meer opwarmt dan dat eigenlijk goed zou zijn voor de wereld. Dat kan me heel erg bezighouden. Maar het frustreert me ook heel erg, omdat ik daar niet op het grote geheel daar direct zelf de hele impact op kan hebben. En door te focussen op wat ik wel kan doen en waar ik wel in ieder geval iets kan aan bijdragen of kan zorgen dat iets niet erger wordt, ja, daar krijg ik wel energie van, omdat ik dan zie waar het er wel toe doet. Is er nog hoop? Zelf gebruik ik de term hoop vrij weinig, omdat mensen gebruiken hoop vaak op een manier waarin het zoiets betekent als hoop op de goede afloop. Wat voor mij belangrijk is dat we daarin toch een heel erg activerende rol innemen. He, dat we elkaar bemoedigen, proberen elkaar energie te geven en duidelijk te maken van, moet je horen, er is heel erg veel mogelijk. Maar laten we niet passief gaan afwachten van, oh, ik hoop op de goede afloop. Dus als mensen dan die term hoop willen gebruiken, doe dat dan op een activerende manier. Doe dat dan op een manier die mensen energie geeft, zodat we tot actie komen en ook verder. Want het is hartstikke nodig. Loop jij maar voorop. Wat ik wel mooi vind is om tegelijkertijd met het verkleinen van mijn voetafdruk bezig te zijn als het vergroten van mijn handafdruk. En dat het vergroten van je handafdruk doe je door erover te praten, door te laten zien wat je doet. Als ik aan het afvalrapen ben hier in de buurt, dan hoop ik altijd dat iemand denkt van, oh, de volgende keer ga ik wel wat meer mijn best doen om het in de prullenbak te gooien. Of misschien als ik ergens een afvalgrijper zie, neem ik die ook mee. Dus het voorbeeld zijn, erover spreken en het doen, het letterlijk laten zien. Ja, daarmee wil ik anderen inspireren. Ik kan gewoon zo en dat pakt niet goed. Nog wat ziekte, zeg je het, hè? Mooi zo. Ik zou toch de diepte opzoeken. En proberen mensen te spreken op een manier die niet alleen maar over de feitelijke situatie gaat, maar ook wat het met jou doet. Je maakt in feite mensen bewust van dat jij erdoor geraakt wordt. En als mensen ergens door geraakt worden, dan wordt iets echt. En dat ontbreekt heel vaak in onze maatschappij. Dus die hele klimaatcrisis, die hele ecologische crisis, het lijkt wel alsof het voor heel veel mensen een ver van hun bedshow is. Dat het alsof het niet echt gebeurt. En een van de weinige manieren waarop je daar echt iets aan kunt veranderen is door gesprekken te voeren met mensen die jij kent. En daarin ook laat blijken, laat merken, ik maak me zorgen. En ik ben ook best wel soms verdrietig om wat er nu allemaal gebeurt op aarde. Ik wil dus die ervaring ook juist gebruiken om het gesprek aan te gaan met studenten of met andere mensen. Om dus mensen daar ook bewust van te maken. Want soms kan het ook wel, ook zeker voor de jongere generatie, ook overweldigend voelen. Als je leest of hoort wat er allemaal gebeurt in de wereld. En dat geeft ook wel veel onzekerheid. En wat zie jij als kans voor studenten om te doen? Nou, we leven tegenwoordig in een generatie waar alles kan en niets kan kapot of niets kan op. Maar er zitten ook vragen tussen, daar weet ik het antwoord zelfs niet op. Maar het is wel interessant. Ja, om dan ook het gesprek erover aan te gaan. Ja, precies. Maar. En op een speelse manier wel. Het gaat ook heel erg om de vertaalslag maken van hetgene wat je al doet. En hoe je dat dus op een bewustere manier kan doen. Ik geloof ook echt dat als studenten dus een stukje bewustwording daarover ontwikkelen of daarmee in aanraking komen, in hoeverre zij dus ook een invloed daarin hebben, dan hoop ik dat ze dat ook weer meenemen in hun werkveld later. En dat dan dus zo zich
verspreid. Bewust leven is iets wat altijd al wel in mij heeft gezeten. En nu probeer ik dat in mijn opvoeding ook weer door te geven aan onze zoon. Dat je zegt, de keuzes die jij maakt, dat het ook een bewuste keuze is. Voor mij betekent vanuit waarden die ik heel erg belangrijk vind, leven, dat je ze probeert waar te maken in je eigen leven en in jouw kringen. Hè? En dat kan op verschillende manieren. Dat heeft verschillende uitingsvormen. Maar dat je echt probeert daarvoor te gaan. En dat je ook ervaart, ik word ook gedreven door iets wat maakt dat ik niet anders kan. Ik kan niet anders dan solidair leven. Ik kan niet anders dan vanuit compassie leven. Ik wil ook helemaal niet iets anders. En dat is iets wat gewoon doorcijpelt in iedere sfeer van je leven. Of dat nou afvalrapen is, of dat nou de politieke partij waar je op stemt, of dat nou is een gesprek dat je met iemand voert, dat je ook niet had kunnen voeren omdat je het misschien te ongemakkelijk vindt. Dat werkt door in alles. En die drive, die komt voor mij wel echt vanuit waarden als solidariteit en duurzaamheid. Het lied Bewust Leven, dat is voor mij een heel speciaal lied, omdat de titel eigenlijk zegt hoe ik in het leven wil staan. Letterlijk gewoon bewust in het leven staan, nadenken over waar je mee bezighoudt, wat er om je heen gebeurt, leven met aandacht. Het lied begint ook met het leven is mij gegeven, dus ook een stukje dankbaarheid zit er voor mij in het lied. En echt kiezen vanuit, van waaruit wil jij nou leven? Het leven mij gegeven is wezenlijk meer waard. Als ik me voel gedreven door liefde onvervaard. Wanneer ik zo mijn weg zoek, van Gods gevoel vervuld, verkrijg ik nieuwe geestkracht, begrip en meer geduld. Die liefde is een zegen in een wisselend bestaan en leidt ons bij het streven naar een zinvol samengaan. Zij inspireert ons denken en geeft voortdurend moed te blijven functioneren in voor- en tegenspoed. Te blijven functioneren in voor- en tegenspoed. Ik weet niet wanneer ik echt helemaal 100% tevreden zou zijn. Enerzijds omdat er ook telkens wel weer nieuwe inzichten komen. En anderzijds omdat je ook wel hoort dat er eigenlijk altijd nog wel meer nodig is. Ja, ik denk dat ik het ook wel probeer om niet alleen maar bij mezelf te houden. Dus ik heb een aantal stappen gedaan en daar probeer ik veel over te vertellen. Ook wel eens workshops over te geven of met mensen in gesprek te gaan. Zodat in ieder geval mijn keuze ook iets van een ander kan worden. Ik geloof wel in de impact van als veel mensen een klein beetje doen, dat het ook een grote impact heeft. Dus ik heb liever dat een aantal mensen ook met mij kleine stappen ondernemen. En dat we daar samen veel over praten. Doordat het dan samen iets groots wordt. Ik heb hoop dat ik en de mensen die ik tegenkom er genoeg gaan doen om te zorgen dat het nog kan. Zo doe ik het. Ik heb gewoon al gewonnen.